Kijk, daar ben ik bovenop Yasuo. Magdalene, Kane, Eve. Picking up two hearts for... Oh, gewoon twee dingen niet doen. Azazel, drie deals with Devil in één game. Twee levels without taking damage. Deze kunnen we misschien samen doen. Lazarus. Eden. Eden tokens, nul. Geen idee wat dat is. Judas. Moet je maar Satan verslaan. Oké, we kunnen namelijk ook een challenge doen. Oh, even kijken voor de minst leuks is. Computer Savvy. Hoe heet die? Missy, hoe heet die? Oh, kijk dit. Oh, kijk. Gewoon dubbele lasers. En de homing tears effect, waardoor we... Oh, kijk dan, fantastisch. En de homing tears effect, waardoor we altijd onze schoten raken. Dus we hebben één constante laser en één laser die schiet als een zo'n laserachtige traan. Wat fantastisch. Oh, verdikkie. Ik probeerde deze steen hier te raken, maar lukt het niet. Oké, okay, two spades, krijg je twee sleutels. Of je kan je sleutels verdubbelen. Werkt allebei. Wat nu wel voor mij is volgens deze challenge dan. Omdat de challenge is, spannen er geen item rooms, maar alleen maar shops. En krijgen we alleen maar items ook van de boss pool. Dus als we een boss verslaan, dan krijgen we iets van de boss item pool. Kijk dit. Kijk, die hele laser buigt helemaal om. Dat is best wel cool eigenlijk. Dat is best wel cool. Gemini. De tweeling. Is best wel balen want dat we deze krijgen. Want door die laser doe ik geen knockback. En dat is best wel nodig voor het tweede gedeelte van de boss. Waarin je deze kleine verslaat. Oké, nu moet ik daar het rondlopen. In plaats van dat ik hem gewoon op afstand kan houden met knockback. Nou, dit is nog niet eens zo heel erg verkeerd. Kijk. En we hebben eigenlijk alles al gehad. Want van 5 muntjes kunnen we niet echt iets nuttigs kopen in de shop. Oké. Let's go. Ja, laten we gewoon hierin gaan, fuck it. Oh, kijk, het is fantastisch. Wat dit doet, staat cursed. Wat het doet is, het heeft een kans om een normale item drop van voor het einde van de kamer te veranderen in een chest. Dat is best wel hip. Hoppa, kijk dan, alle loot. En we kunnen deze ook nog gebruiken en dan worden we naar de shop geteleporteerd. Dat is een volt batterij. Lijkt me niet handig, want dan heb je een activated item voor nodig. Wat die doet is, het iedere keer als je item gebruikt, dan vult het gelijk één stukje van de gebruikbalk weer in. En dan, ja. Is wel handig. Is wel handig allemaal. Ik weet niet of mijn... mijn laser meer damage doet als ik hem vanaf hier doe. Want hier lijkt het dat ik echt twee lasers heb en dan lijkt het redelijk snel te gaan. Maar als ik vanaf hier doe, lijkt het maar één constante laser te zijn. Nee, laat maar zitten. Het gaat voor mij even snel. Ik heb niks gezegd. Mom's lipstick. Range up. Gaan we een deal maken met de devil. Hiermee doen we namelijk bijna twee keer zoveel damage volgens mij. Kijk, nu doen we één dingetje damage. Dan doen we echt kapot veel damage. Oké, laten we gewoon even hier naartoe gaan. Hoppa. Easy McPeasy dit. Hoppa. We vernietigen gewoon echt iedereen hier. Jemig. Sterf, alles. Kijk, we raken alles tegelijk. Mijn map terug doen zo. Oké, ik ben best wel tevreden met de item combo hier. Weet je, nu is het eigenlijk misschien wel handig als ze die volts batterij kunnen kopen. Maar daar hebben we wel genoeg muntjes voor nodig. En we hebben alle kamers nu gehad, dus laat maar zitten. Daar beneden hebben we ook weer zo'n deur die we kunnen open doen. Daar in die grote kamer waar we net waren. Dat is, want de andere is een shop, dan is dat sowieso een boekkamer. En we hebben al een boek, dus we hebben niet meer echt een boekkamer nodig. Een boekenkamer. We zien er wel best wel boos uit nu door die meat. Kijk, heb je weer zo'n ASO. Ja, hij gaat vaker schieten als je hem vaker raakt. En omdat allemaal hele kleine beetjes damage heel snel achter elkaar zijn, die laser. Gaat hij heel vaak schieten. En dat is best wel irritant. Kijk, we raken alles tegelijk. Oh, fantastisch deze challenge. Ik vind het echt een fantastische challenge. Okay, laten we gewoon naar deze challenge room gaan.
Ik bedoel, challenge. Oh! Goathead. Goathead zorgt ervoor dat er altijd een Angel of een Devil Room spawnt na een boss. Altijd, gewoon gegarandeerd. Wordt geforceerd. Ah, flikker op. Zo. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Oh, ja. Yeah. Hoppa. Makkie. Oké. Okay. Wat we nu dus kunnen doen is Azazel proberen te unlocken. Die Azazel, voor Azazel moesten we 3 Devil deals moesten doen in 1 playthrough. Dus dat gaan we maar eens proberen te bereiken. Kijk, hiermee is er sowieso al dan garandeert hij dat er een Devil Room komt. Dus er wordt of een Devil Room of een Angel Room altijd gespannen door de Goathead. En die Book of Belial die we hebben, die activated dinges. Hoeveel damage doen we? We doen dan 2 bolletjes damage. Niet echt heel veel extra damage. Maar die zorgt ervoor dat er altijd een Devil Room spawnt. Dat is wel mooi. Laten we deze doen. Kijk, dan doen we meer damage. Dus gaan we deze ook doen? Nee, laten we die niet doen. Dan krijgen we echt te weinig hartjes. Laten we gewoon naar de volgende etage gaan. Ik heb geen zin om helemaal nog naar boven te lopen daar. Zo. Oké. Okay. Dit is... Die kunnen we gewoon gelijk inlopen. We hebben nog maar 1 hartje. Maar we hebben geen sleutel. Dat is wel een beetje balen. En hier zijn alleen maar... ASO's. En met ASO's bedoel ik... bedelaars. Maar bedelaars zijn ook heel vaak ASO's. Oké. Okay. Hoppa. Kijk dit dan. Nu doen we zo kapot veel damage. Oh, dit is gewoon veel te makkelijk. We hoeven nog maar... Oh! Oh, kijk dit! Wiggly dinges. Kijk dan! Hey, dus normaal is het dit. Nu is het dit. Oh. Wow! Ik ga even testen hoe dat speelt. Dat is die Mom's Pearl. Die zorgt ervoor dat er vaker Soul Heart spannen. Wat niet verkeerd is, aangezien we nog maar 1 rood hartje hebben. Dan zouden Soul Hearts handiger zijn. Zo. Hoppa, kijk dit, we raken iedereen. Ik vind het best wel... oh shit, waarom deed ik dat? Ik kon eigenlijk veel beter die key gebruiken om die boss challenge room te doen. Is voor mij namelijk een grotere kans dat er een item in zit. Oké, laten we gewoon alsnog die doen. Alles gewoon negeren wat ik zeg. Gewoon doorspelen, gewoon hiermee. En er zat geen secret room. Had gekund. Ik vind het echt een fantastische challenge. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Kijk dan. En nu is onze range van onze homing tears ook groot. Omdat alles een beetje een heen en weer dansende traan is. Oh shit, nu hebben we niet genoeg sleutel om de shop in te gaan. En we zitten in caves 2. Oké. Okay. Pat. En we hebben een sleutel. Oké, okay, laten we naar de shop gaan. In de shop hebben we ook nog een kans dat we dan een sleutel kunnen kopen. En het is greed. Fucking asso. Greed is echt een ASO. Ik kan het niet geloven. Zo. En hij is dood. Klaar, dat was hem. Nog meer muntjes die we nu niet echt meer nodig hebben, want we hebben niet echt iets om ze aan te besteden. Maar we hebben nog onze key teruggekregen, zoals jullie zien. Hoppa, klaar. Was een vuurtje. Maakt niet uit. Het was klaar. Ja, ik ben eigenlijk wel tevreden met de Wiggle Worm. Zo. Gigantische laser van Doom. Nope. Dat is mijn hartje niet waard. Ik heb een kistje in mijn hart, maar alleen voor Isaac. Weet je nog dat liedje van... Wat Jan Smit ooit heeft geschreven met een of andere kerel. Nee, ik ook niet meer hoor. Tja. Oh ja, even de Book of Belial. Pat, hoeveel damage doen we nu? 3 dingen. Ah. Het is dus nog niet zo goed als de vorige run waarin Polyphemus hadden. Maar het is oké. Okay. Het is allemaal oké. Okay. Zap. Kijk dan. Dit hoort een soort van tank te zijn. Een soort van bos. Tankbos. Maar niks tank. Oh, kijk, dit is fantastisch. Als we nu nog 1 deal maken met de devil, is dit het waard? Ja, ik vind van wel.
Kijk, wat het doet is als we een half hartje of minder hebben, dan veranderen we in de Whore of Babylon. En het zorgt dat we echt kapot veel extra damage doen. En het zorgt ook dat onze damage multiplier meer doet. Dus nu doen we standaard 2. En zijn we trouwens ook, het zorgt ook dat we sneller gaan. En omdat we geen. Dat we altijd laag zijn aan een half rood hartje. Want we hebben geen rode hartjes meer. Zorgt dat dit nu echt belachelijk veel damage doet. Maar ik heb nu 3 deals gemaakt met de Devil. En hij heeft niet Azazel unlocked. Dus ik denk dat. Dat het niet kan in challenges. Wat ik wel jammer vind. 5 pips, wat doet dat? Mij reset dat de hele verdieping. Vind ik wel grappig, dat ga ik straks doen. Reset de hele verdieping, dus zorgt ook dat je dat er nog een keer een store spant. En nog een keer een boss room, volgens mij. Dat is wel grappig. Heel grappig. Kijk, dus nu hebben we deze store. Gaan we zo even in. Hoppa. Nou, niet echt iets goeds. Ik koop deze en ik koop deze. Are you a wizard? Zorg dat we schuin tranen schieten, maar dat werkt niet omdat we lasers hebben in plaats van tranen. Justice. Oh shit. Hoppa. Kijk, nu hebben we nog een key. En nu is het al helemaal handig om die om de floor te resetten. Kijk, we kunnen gewoon dit doen. En we kunnen dit doen. We doen heel veel damage. Hoeveel damage doen we nu? Nog steeds nog maar 3. Vind ik niet leuk. Oh, we hebben de Whore of Babylon effect niet meer. Nou, dat vind ik jammer. Is het dan alleen als we damage krijgen dan, als dat hij dan activeert? Volgens mij dat. Misschien geldt nu alleen voor Soul Hearts en Black Hearts. Dat, kijk, Devil Room spant. Contract Form Below. Wat het doet is, zorg dat alle dingen die we oppakken dubbel zijn. Echt gewoon alles. Alleen niet dat soort dingen. Oh, wacht, misschien moeten we even deze opblazen. Zou ik zo. Nope. Doeg. Ik bedoel, als er zo'n grote spin in mijn kelder is, dan zou ik niet blij zijn. En dan zou ik waarschijnlijk ook nooit meer slapen. Want ik vind spin niet echt een fantastische wezens. Kijk, nu hebben we toch wel weer de Whore of Babylon effect. Dus nu doen we standaard 2 damage. Oh, dat deden we net ook al aan. Maar nu doen we net iets meer damage, alleen staat het niet in de stats. Oké, laten we nog even die rechterkamers doen. Even kijken of we nog wat extra loot kunnen krijgen. Nog extra soul hearts en dat soort dingen. Kijk, hier nog een challenge room. Ja, nu worden we allebei in de challenge room. En hier, kijk, gewoon 2 kisten door die contract van below. Hartstikke mooi. Kijk, hoppa. En het is momstone heel. Dat is echt een verschrikkelijk slecht item. Wat het doet is, het spant 1 keer per minuut. Komt er een voet van je moeder, die komt zo, zoals in de bos. Komt naar beneden stampen. En op een random plek. Gewoon echt op een random plek ook. Dus het is nooit zeker waar die spant. Dus het hoeft niet eens per se op een vijand te zijn. En het is maar echt helemaal niet vaak. Kijk al. Kijk al die chests. Kijk al die chests. Ah, shit. Met die ogen, met dat oog erin zijn veel sneller dan normale versies. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik al deze chests niet kan openen. Trouwens, het masker op hebben, het Infamy Mask, zorgt dat we minder damage hebben. Een gigantische kans dat we damage blokken als van de voorkant komt. De projectiles dan niet echt contact damage, omdat het wordt gezien als universele damage. Oké, laten we hierop gaan staan. What the fuck? Oh ja, kijk, nu oh ja. Ik was even verbaasd daardoor. Maar goed, nu hebben we gewoon nog een keer depths 1. Dus nu kunnen we deze floor gewoon nog een keer doen. Gewoon echt gewoon precies dezelfde depths 1, alleen dan anders. Hoppa, we openen er gewoon heen. En nu kunnen we nog één openen. Oh, kijk, wat dit doet is. Hoppa. ik ben wel een beetje teleurgesteld daardoor. Wat het doet is, het zorgt dat je 1 van iedere traan afschiet die je hebt. Van, je schiet 1 keer eventjes een rondje, even zo pats. In alle achterkanten. Schiet kruislinks, maar ook als een plus teken. Is wel mooi. Maar dat is niet echt heel nuttig voor lasers, want lasers die hebben maar een hele korte duratie. Die maar echt heel kort. Dit is een shop. Kunnen we niet openen, want we verspillen iedere keer onze sleutels aan chests.
Oh shit, kijk, een demon. Oh, en hij heeft een zwart hartje. Dat is fantastisch, kijk. Gaat hij ook nog slopen? Maar kijk, komt er een kaart uit. Hermit, ah, wat hij doet. Hoppa. Op naar de shop. Oh, fantastisch. Deze is een ding dat laat ons meer trinkets vasthouden. Weet je, laten we die ook gewoon doen. En laten we die kapot maken. Flikker op. Gewoon weer, alweer. Gewoon altijd. Altijd komen er spinnen uit. Af en toe komen er ook gewoon muntjes uit. Het Steam Sale item, maar nee. Niet als ik er ben. Maar gaan we er één openen? We openen er één. Flikker op, bommen. Ja, laat gewoon weggaan. Tammy set is niet zo nuttig met lasers. Als ik eerder heb gezegd. Hoppa, kijk dit en hoeveel damage je doet. Schiet ze allemaal kapot. Maak je koen kapot. Hoppa. Weet je, ik heb nu eigenlijk wel genoeg bommen eigenlijk. Dank u zeer. Nee, ik heb toch niet genoeg bommen. Ik ga gewoon hier nog eventjes fucking Bomberman spelen. Laten we deze kapot maken, want we hebben de kans dat er een kaart uitkomt. Hoppa. Ik zeg echt veel te vaak hoppa trouwens. zo. Nou, dat liep dood. Ja, laten we gewoon gaan. Aan deze kant op. En het is een miniboss. Wow, kijk. Het flipt hem helemaal. Oh, kijk wat dit doet. Anarchist cookbook. Hoho, kijk, ik ben een anarchist. Wat leuk. Alles gaat kapot. Dat is wat anarchisten doen. Die maken alles kapot. Dat is wat ze het liefst doen. Oké. Laten we weer naar rechts gaan. Het was nog een vuurtje. Ik hoef hier alleen maar te staan en gewoon de schietknop ingedrukt te houden. Voor de rest hoef ik niks meer te doen. Kijk, ga je gewoon lekker een beetje stilstaan. De stars. De stars teleporteert je naar de item room. Maar er is geen item room in de challenge ding. Dus teleporteert je voor mij gewoon naar een random locatie. Hoppa. Kijk, laten we deze kapot maken. En nog even gokken of hier een... Oh, wat is dit? Priestess. Nee. Nee, ik ga hem niet zijn. Ik ga hem niet eens aanvallen. Gewoon, daar ga ik niet eens de moeite voor nemen. Oké, deze nog. Nog een sleuteltje. High Priestess doet. Die kunnen trouwens volgende ronde niet meer gebruiken. Dus kunnen we het best gewoon nu gebruiken. Zorg dat die voet naar beneden stampt. Hoeveel damage deden we nu? 3. En we schieten best wel heel erg fucking snel. Ik heb echt een hekel aan Monstro. Echt, dat is echt bijna de nummer 1 haatbos. Eigenlijk zit nummer 1 zit de bloated. En daarna komen nog wat andere mensen. Oh, ga ik dit doen? Dan heb ik nog maar niet zo heel erg veel. Wat het doet is, het zorgt dat alle rode hartjes worden omgezet in soul hearts. Dus ze kunnen gewoon weer even langs de andere kamers gaan. En dan krijgen we waarschijnlijk gewoon weer... hartjes. Hier zie je gewoon een random teleportatie. Het is al wat tijd bespaard. En ik ben heel erg fucking snel. Ik moet even gewoon zeggen. Ik ben heel erg fucking snel. Hoe snel ben ik nu? 3 bolletjes. Dat is niet te geloven. Weet je, ik laat eigenlijk al die trinkets liggen. Maar ik heb meer trinket room. Dus een beetje dingen aan het verspillen. Dan koop je iets en dan ga je het niet eens gebruiken. Maar ja, dat is Steam sowieso eigenlijk. Dat soort Steam is voor is uitgevonden. Ah, shit. Kijk, die lach betekent maar één ding. Kijk, dat. Een gigantische hand die je probeert op te pakken. Kijk. En door dat contract van below. Hoppa. Kijk, nu hebben we gewoon al onze Dark Bomb alweer terugverdiend. Want eerst konden we al die rode hartjes niet oppakken. Want we hebben geen rode hartcontainers. Kijk, we kunnen gewoon deze ook weer gaan. En wat we nu trouwens kunnen doen, is wel leuk. Oh shit. Laat maar zitten. We kunnen het niet doen. Abort, abort. We hebben geen sleutels. Wel een beetje jammer dat. Oh kijk, het heeft de batterij gedropt. Oh kijk, wat is dat? Oh kijk. Oh kijk dit, oh kijk dat. Oh, 50 muntjes. Hoppa, 99 muntjes. Je contract van Milo is gewoon de shit. Het is gewoon de shit. Dat is het enige wat ik kan zeggen ervan. Gewoon de shit.
Oké, laat deze kapot maken. En die. En ook nog even die. Doeg. Ja. We hebben 2 sleutels voor nodig. We hebben 1 sleutel voor nodig. Laten we al ons geld gaan besteden hieraan. Flikker op. Kijk dan, er komt er gewoon een fucking vlieg uit. Weet je, ik heb eigenlijk niet meer echt heel erg zin om te gokken. Nee, nou, ik ga het nog even doen. Ik spoel het wel gewoon door voor jullie. Hey, dit is echt precies wat we zochten. De Skatool. Kijk, laten we gewoon deze alsnog gaan doen. Kijk, en het, ik vond het hem gewoon echt helemaal waard, deze besteding van geld. Kijk, we hebben nog maar 2 muntjes verloren als je het zou bekijken. Kijk, Bobset hebben we helemaal niks aan. Want Bobset is gewoon ASO. Zo. Oh, fucking. Ligt zo'n, kijk, zie je hier zo'n klein beetje... Oh, hey, ik zag er trouwens een Tinted Rock. Tinted Rock. Dwayne The Rock Johnson. Kijk hier, opza. Hatsuke flats. Hoppa, 2 hartjes. Dit is fucking super great. Wat een asso, dit is toch... Oh. Ik probeer hier gewoon wat dingen te kopen. Gewoon nog even voor ik de bos ga doen. Nee, niks ervan. Sterf. Sterf. Hoppa. Fuck. Bad trip. Gelukkig kreeg ik gelijk weer mijn shit terug. Maar nu kunnen we dus ook die boss challenge room doen. Wel loik. Vind ik wel loik. Nog iemand? Nee? Jij? Come on. Fucking. Gaat die een beetje achter dat skelet schuilen? Dan kan ik hem niet meer aanvallen. Oké. Okay. Ik ben echt gewoon 1000 keer geraakt daar. Maar het maakt allemaal niet uit. Zo. Hoppa. Kijk, allemaal hartjes overal. Ik krijg allemaal weer soul hearts van. Ik krijg er maar 1 van. Maakt niet uit als hij maar iets geeft. Ja, zo. Zzzp. Bad gears. Gaan we nog even... Weet je wat? Laten we gewoon de boss eindigen. Het is het einde, jongens. Die openen. Oh, nu zoveel damage. Nu zoveel damage. Het is fantastisch. Ik ga even die stenen weghalen. Dan heb ik meer ruimte om te laseren. Oké, wat nou als we deze stenen ook eens kapot maken? En die. En dan nog even deze. Oh shit, ik werd bijna geraakt. Kijk, dan kan ik hier gaan staan. Ah, flikker. Oh shit. Kijk. Tada, de trofee. Laten we nog even een deal met de devil maken. Nom. Het is fantastisch. Zip. Oké, we hebben zelf weggeteleporteerd. Dat is een beetje anticlimax. Kom, laten we terug gaan. Laten we gewoon deze pillen pakken. Ik bedoel, we hebben toch niks meer. Doeg. Wegwezen, pheromonen, wegwezen. Oké. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik heb nu deze challenge gecomplete. Ik ben nu de Robobaby 2.0 unlocked. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doeg!